slachtoffer een reactie geeft en zelf het ritme weer opgepakt heeft. En anders gaan we door totdat de ambulance dienst te plaatsen is. De ambulance kan altijd met twee voertuigen te plaatsen. Het eerste voertuig zal in eerste instantie zorgen dat de ademhaling dat die gewaarborgd wordt. En doen een algemene check. De tweede ambulance die daarachter aankomt, zal zorgen dat ook de circulatie hier in het lichaam op gang komt. En heeft de medicatie die het slachtoffer benodigd heeft. Daarbuiten staat een apparaat waar men kan controleren als hij aangesloten staat hoe het hartritme op dat moment is en met welke frequentie. Als op een gegeven moment het slachtoffer weer uit zichzelf begint te ademen en daarmee ook het hartritme weer terug is, dan wordt er een plan gemaakt om het slachtoffer gereed te maken voor vervoer. Ondertussen heeft u gezien dat een van de collega's de brancard al gereed gezet heeft. En als de situatie stabiel is, dan zal het slachtoffer op de brancard gebracht worden en naar het ziekenhuis gebracht worden. De slachtoffer in de ambulance krijgen, assisteert de brandweer. Ik krijg net door dat de persoon in kwestie weer een eigen hartritme heeft en dat betekent dat hij gereed gemaakt wordt voor het transport richting het ziekenhuis. Waar het ook een team klaargezet wordt om de ambulance en het slachtoffer te ontvangen.